Hallo, we zijn hier bij de Silevia Move in Werkendam, de thuisbasis van internationaal kanonie ruiter Laurens van Leeren, die hier achter mij ziet rijden. Een van de nog wat jongere paarden. En vandaag gaan we het helemaal hebben over mindset en over flow. Dus Laurens van Leeren weet daar alles van en die gaat dus dat helemaal haar fijn uitleggen. Hi, mijn naam is Laurens van Leeren. Ik ben dressuurruiter, dressuurtrainer. Ik heb met de paplepel ingegoten gekregen, zoals ze dat zeggen. En gaandeweg heb ik een interesse ontwikkeld in het mentale aspect. Dat begon eigenlijk met doelen stellen en die doelstellingen behalen. En ik dacht van, hey, hoe werkt dat? Dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Dat is gekomen toen ik met mijn succespaard Hexagons Allride het Nederlands team haalde, 3 keer op een rij bij de senioren. EK's en WK's gereden en wereldbekerfinales. En daar heb ik eigenlijk me meer en meer in verdiept en een studie gedaan. En bepaalde technieken ook eigen gemaakt. En daarmee hoop ik ook andere mensen te kunnen helpen om hun doelen te bereiken. En met name het mentale stuk van de wedstrijdsport, waar veel mensen wel mee worstelen om op het moment dat het moet gebeuren ook datgene te doen wat ze eigenlijk weten dat ze kunnen. Niemand verwacht om in de wedstrijd beter te presteren dan dat ze thuis kunnen. Maar gewoon op de wedstrijd laten zien wat je thuis kan, dat is al een hele kunst op zich. En ik vind het heel mooi om daarin mensen te kunnen helpen en richtlijnen te kunnen geven, oefeningen te kunnen geven, waardoor ze meer uit zichzelf kunnen halen. Ik zit hier met Marcelle en Marcelle heeft uitdagingen en heeft mijn hulp ingeroepen. Dus Marcelle, vertel, waar kan ik je mee helpen? Ja, ik heb een aantal jaar geleden had ik heel erg wedstrijdambities, ook de mogelijkheid om wedstrijd te rijden. En helemaal nieuw outfit en zo. En eigenlijk al na de derde keer dacht ik, nou, dit is niks voor mij. En mijn onzekerheid speelde heel erg op en dat uit ik vooral ook naar heel lelijk doen tegen iedereen omheen. Herkenbaar. Ja. En toen ben ik daar eigenlijk mee gestopt en nu zijn we een aantal jaren later. Nou rijd ik eigenlijk een heel groen paard met toch wel een aantal bijzonderheden. En ik merk dat die onzekerheid nu ook weer de overhand neemt eigenlijk. Ja, waar dat voorheen eigenlijk alleen was op wedstrijdniveau, is het nu dus ook thuis. En dat gaat zelfs zo ver dat ik op sommige dagen eigenlijk gewoon niet ga. Maar die onzekerheid, heeft dat te maken met angst om van je paard af te vallen? Of? Nee. Okay. Nee, het is echt gewoon dat er te veel anderen zijn en die hebben allemaal een andere mening. En daar wordt ook gecommuniceerd van, ik vind dat je het zo moet doen. En terwijl ik heb heel erg van, ik wil het op mijn manier doen. En jouw manier is, heb je helder voor de geest, wat jouw manier is? Mijn gevoel wel, alleen als ik er eenmaal mee bezig ben, dan ga ik dus weer twijfelen van, doe ik het wel goed en wat wil ik nou? Je zegt het wel goed, mijn gevoel wel. Ja. En wat dan, wat werkt dan dus niet? Die onzekerheid houdt me dan tegen. Ja, maar die twijfel, die zit meer hier, hè? Die zit meer tussen in je hoofd. Hè? Ja, dus op het moment dat je, dat is een van de kunsten van goed paardrijden of überhaupt een goede sportprestatie leveren op het moment dat er druk op staat. Hè. Dus als je een Olympische Spelen, weet ik veel, als je moet schaatsen en je denkt dat je de kampioen op de 10 kilometer gaat worden. Of sterker, juist als je denkt dat je het misschien niet kan, dat je gaat twijfelen, dan ga je denken en dan voel je niet meer. Hè. En dat is de kunst om je computer, die hele sterke processor die van alles kan regelen en doen, om die onder controle te hebben. Vroeger zei ik wel eens, je moet de computer uit kunnen zetten.
Tegenwoordig denk ik dat je bewuste brein moet nog steeds in charge zijn, maar je onderbewuste en onbewuste brein, die zijn heel erg sterk. Hè? Dus als jij angstgevoelens hebt, dan dat is een heel nuttig mechanisme eigenlijk om je te beschermen tegen gevaar. Mm-hmm. Maar het gevaar van een B-proefrijden is iets wat te bagatelliseren als je het vergelijkt met het gevaar van een wild dier, een roofdier wat in je nabijheid is. Dus ja. Daar zit een bepaalde nuance dus. En dat kan je bewuste brein kan het heel goed relativeren, hè, kan het heel goed beseffen. Maar je onbewuste en onderbewuste brein die zijn daar wat minder goed in. Dus, maar je onderbewuste en onbewuste brein, dat is meer je gevoel, zeg maar, hè? Je lichaam, je zenuwstelsel, wat de dingen uit moet voeren. Ik denk dat ik een oefening met jou wil doen die inspeelt op de verbinding tussen je bewuste, onderbewuste en onbewuste brein. Een soort drie lagen systeem. Ik weet niet of je daar überhaupt bewust van bent. Maar je hart klopt gewoon vanzelf. Je bloed stroomt vanzelf. Hè? Je organen wisselen stoffen en afvalstoffen uit. Dat gaat allemaal in en uit het bloed. Het gaat allemaal vanzelf. Er zijn mensen die hun hartslag kunnen reguleren. Nou kunnen we dat allemaal wel, want als jij heel snel gaat ademen, dan gaat je hartslag omhoog. Dan geef het eigenlijk al weg, maar je ademhaling is eigenlijk de brug. Ja. Want jij hebt bewuste controle over je ademhaling, kun je heel bewust controleren. Maar als je slaapt, dan gaat het gewoon vanzelf gaat het door. En eigenlijk denk je er nooit bij na. De oefening is eigenlijk een beetje moeilijk, omdat je niet heel... Het is een beetje persoonsgebonden, zeg maar, en het is niet zwart-wit. Je hebt allerlei ademhalingsoefeningen. Je kan zeggen van adem 5 tellen in, hou 20 tellen vast, adem 10 tellen uit. Dat is gewoon heel concreet, dat kan iedereen. Dit is iets wat niet per se meetbaar is in seconden of tijdeenheden, maar waar het om gaat is dat je... Ga gewoon even zitten. En dan moet je proberen om... Een buikademhaling ben je er bekend mee. Mm-hmm. Dus je dus niet hoog ademhalen, maar dat je eigenlijk probeert, als je inademt, moet je eigenlijk je buik voelen uitzetten. Ja. En als je uitademt, dan weer in moet komen. Probeer het maar gewoon een keer, dat je denkt, oké. En belangrijk is dat je zowel in als uit door je neus probeert te ademen. En eigenlijk moet dat heel ontspannen gaan. Dus je moet niet je best doen om te ademen, je moet het gewoon laten gebeuren. Heel ontspannen, dat je middenrif, dit is een middenrif ademhaling. Je middenrif gaat naar beneden en omhoog. En die samentrekking van je middenrif, die moet heel ontspannen gebeuren. Stap 2 is dat je dezelfde ademhaling doet, maar dat je nu een adempauze inlast. Dus dat je niet inademt, uitademt, maar dat je even inademt, uitademt. En dan voordat je opnieuw inademt, dat je even wacht. En dan moet ik heel even bij uitleggen. De drang om adem te halen komt niet omdat je zuurstof opraakt, maar omdat je longen zich vullen met koolzuurgas. En als het koolzuurgas tot een bepaald niveau is gekomen, dan krijg je ademhalingscentrum een prikkel van oké, nu moet ik uitademen, hè, of weer inademen om de verhouding tussen zuurstof en koolzuurgas, om die weer optimaal te maken, zeg maar, hè, weer goed te maken. Die grens, ik weet niet uit mijn hoofd precies die cijfers, maar volgens mij is 7% koolzuurgas, dat is ongeveer de grens waarbij je adem moet gaan halen. Mm-hmm. Maar heel vaak ademen mensen zonder dat het nodig is. Die prikkel die komt al veel eerder, die komt al bij 3-4%.
En de kunst is om die prikkel een heel klein beetje uit te stellen. En wat daarbij belangrijk is, we gaan steeds een stapje verder. Maar ik wil eerst dat je voelt van ik adem in, ik adem uit. En ik blijf heel ontspannen wachten. En bij de eerste prikkel die je voelt, probeer je weer ontspannen in te ademen en weer ontspannen uit te ademen. Ja? Ja. Ik doe niet meer.